Als het aankomt op ziekenhuiszorg, is het nu meer dan tijd dat wordt nagedacht of alle ziekenhuizen hetzelfde blijven doen. Dit haalde ondervoorzitter van de NPS, Gerald Pawiro Reggio, donderdagavond aan tijdens een openbare discussie getiteld Prioriteiten in de crisis van de volksgezondheid. Pawiro Reggio, een van de inleiders, wees erop dat alhoewel alle ziekenhuizen hetzelfde doen, ze het niet goed genoeg doen. Hij is daarom van mening dat de krachten nu gebundeld worden. Het is natuurlijk historisch zo gegroeid dat ziekenhuizen vanuit een aantal vanuit christelijke nominaties zijn ontstaan, denominaties zijn ontstaan. En het is zo dat ze zich op een straal van 3-4 kilometer van elkaar bevinden. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Maar in deze crisis is dat allemaal duur om in stand te houden. Een ziekenhuis is een complexe specialistische organisatie. Een ziekenhuis, alsjeblieft politici, is geen gebouw. Dus goede sier maken met een gebouwtje hier en een gebouwtje daar, je hebt nog geen ziekenhuis. Je hebt pas 10% van het werk verzet. Bijvoorbeeld laboratoria zijn ontzettend duur en alle ziekenhuizen, ook de ziekenhuizen met een lage bezettingsgraad, moeten eigen laboratorium hebben. We moeten ons afvragen of dat wel verder zo kan. En er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden in de Nationale Ziekenhuisraad. Pawiro Reggio zegt ook dat er gewerkt moet worden aan bundeling van disciplines, omdat dat goedkoper en efficiënter is voor de patiënt. Volgens de NPS-ondervoorzitter moet er ook nagedacht worden over financiering van de zorg. In Suriname wordt namelijk 4% of minder van het bruto binnenlands product uitgegeven aan deze sector. En daarmee zijn we net boven Haiti. Zo is de situatie wel. En u kent de situatie in Haiti. De norm in de regio is 7-9%. Dus we moeten het met de helft doen van wat andere landen hebben. Guyana zit al bijna op 7-8%. Dus er moet meer geld vrijgemaakt worden voor de zorg. Betalingsmechanismen moeten verbeterd worden. Het is kommer en kwel dat dienstverleners te laat worden uitbetaald. U kent de verhalen van de artsenspecialisten, ook de apotheken die geen geld krijgen en dan stoppen ze met medicijnen verstrekken. Grote problemen. En dat moet allemaal goed gemonitord worden. En in de basisverzekering moet je dus wel je moet de financiële basis op orde hebben en je moet een brede basis van solidariteit nastreven. Pawiro Reggio wierp ook wat licht op de geneesmiddelenvoorziening die beter moet in Suriname. De openbare discussie werd donderdag gehouden in het partijcentrum van de NPS, Groenjari.